mini-Europa moet waarschijnlijk de deuren sluiten. Ja. Dat is wel jammer. Ja, ja, ja. Want ze waren nu net ook een soort mini-Brexit aan het voorbereiden. En ze hadden de Britse maquettes. Ze gingen ze niet weghalen, maar ze gingen wel controles organiseren. Ja? Ik weet niet of bezoekers dan zouden moeten naar hun paspoort tonen als je van mini-Frankrijk naar mini-Engeland gaat om daar de mini-Big Ben te gaan bezoeken. Ja, dat is grappig. Maar dat is niet helemaal het commentaar wat we op dit onderwerp verwacht hadden. Sorry. Ja, u bent Europa kennen, maar omdat we dit onderwerp toch ook serieus manier wil ik behandelen, hebben wij ook een mini-Europa-kenner uitgenodigd. Dames en heren, mag ik een applaus voor mini Hendrik Vos! You know, you're even cuter. Foxy! You know, you're even sweeter. Foxy! Ja. Foxy, mini Hendrik! Ja. Nee, we moeten dit onderwerp... Dit had niemand verwacht. We moeten dit onderwerp toch op een goede manier behandelen. Welkom, meneer Vosje. Mini-Europa moet dus de deuren sluiten. En dan vragen wij ons allemaal af, hoe heeft dat allemaal kunnen gebeuren? Kijk, we weten het al langer als vandaag. Anti-mini-Europese partijen zijn in opmars. Er is geen nieuw fenomeen. Meneer Vos zal dit beamen. Ja, absoluut. Ja. Ja, maar het is natuurlijk een samenspel van verschillende factoren. Ja, mini-Europa is sowieso getroffen door de coronacrisis. Ja. Want kijk, als je nu in het gewone Europa iemand besmet onder de Eiffeltoren hoest, dan is dat een plaatselijk probleem. Maar als het in mini-Europa gebeurt, dan zijn er gevolgen tot in Athene. Mogelijk zelfs tot aan de toren van Pisa. Ja, 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 ik begrijp dat. Maar zegt u nu, meneer Vosje, dat mini-Europa die hele coronacrisis dus slecht gemanaged heeft? Zeker niet. Kijk, mini-Europa heeft de coronacrisis vanaf februari al zeer serieus genomen. Oké. Okay. Ze zijn eigenlijk veel voor alle andere landen al beginnen met mondmaskers maken. Alleen bij de levering bleek dat ze wel compleet nutteloos waren. Ja. Ja, en ja, dan houdt het op, inderdaad, toch? Ja, dan houdt het op. Het mini-Europese weefsel is mooi, maar broos. Meneer Vos zal dit beamen. Zeker aan vast, absoluut. Ja, ja. Ik kan het niet bitter zeggen. Goed, ik ben blij dat we dit onderwerp op een serieuze manier hebben kunnen behandelen. Je krijgt een waanzinnig groot applaus. Mini Hendrik Vos!